Ja, op zich zijn wij heel blij met het feit dat, dat die bootjes uit Venezuela weer groente en fruit komen brengen. Gewoon omdat groente en fruit duur zijn op het eiland en op deze manier mogelijk goedkoper kunnen worden. Ja, voor onszelf, voor Bonterra zelf, denken wij niet per se daar last van te hebben. Zijn we 4 jaar bezig en er zijn al veel mensen die, die ons kennen en ons bezoeken voor het bestellen van groenten, het kopen van groenten, bestellen van restaurants, supermarkten. En verwachten niet per se dat we daar last van krijgen. Ze brengen van alles. Jij hebt ook watermeloen hier. Ja. Ze brengen ook watermeloen. Wat gaat hiermee gebeuren? Stop je met watermeloen produceren? Nou, dat was niet gelijk onze intentie. We zullen natuurlijk wel volgen van wat er gebeurt. Mochten er heel veel watermeloenen komen en de prijzen heel erg dalen, ja, dan kunnen wij daar niet in meedoen. Wij hebben ook onze eigen kosten gewoon eraan. We hebben een ras wat het hier goed doet. Dat kost niet. Dat kost wat, dat zaad. We gebruiken webwater. Dus onze kosten zijn wat hoger waarschijnlijk dan de meloenen die daar geproduceerd zijn. Aan de andere kant, en ik heb toevallig eentje in mijn hand. En dit soort meloenen zijn kleiner van formaat. En daar zien we ook dat mensen daar juist daarom die meloenen kopen. Ze zijn ook goed van smaak. En je proeft gewoon dat het vers is. Dus we denken dat mocht Venezuela niet volop van die kleine watermeloenen komen leveren hier op het eiland, dat wij gewoon hiermee door kunnen gaan. Toch wel een beetje in het algemeen. Hoe gaat het met het, ja, als boer, Bonaire, met het produceren van groenten en fruit? Ja, dat is trial and error. Dus je moet echt zoeken naar van wat werkt niet. We zijn nu ruim 4 jaar bezig. En we hebben wel nu wel een soort van een vast assortiment waar we niet zo heel veel meer van afwijken. We willen wel eens wat nieuws proberen. Maar we willen ook zeker niet dat datgene wat wij al goed kunnen verkopen op het eiland, dat we dat dan laten zitten. De kas is aardig gevuld. En onze intentie is ook om het hele jaar door die groenten aan te kunnen bieden. Dus we hebben altijd die ruimte die bijvoorbeeld nu niet gebruikt wordt, ook wel weer nodig straks. En dus wij zien de toekomst gewoon zonnig tegemoet. En we verwachten, we doen elke dag ons best om verse producten te kweken, om te maken en om aan te bieden via supermarkten, restaurants of hier op dinsdagochtend te kopen. Ja. Ging ik net vragen, de restaurant is een van jullie grootste klanten, hè? Klopt, ja. Die zijn heel belangrijk voor ons. Zeker voor een aantal producten hebben we daar gewoon hebben heel veel aan dat zij er zijn. Daar kiezen wij ook bewust voor. Zij zijn bereid om best van bepaalde producten die je goed groeien, goed veel te bestellen. En als dat, zeker als dat veel terugkomt, dus elke week weer, dan weet je een beetje waar je op kan richten. Dus dat is heel belangrijk, ja.